oorsprong van de brouwerij gaat terug naar 1822. Dan is mijn voorvader Lindemans hierin getrouwd met de dochter eigenlijk. Dat was Francesca van der Smissen. En sindsdien heet de brouwerij eigenlijk Brouwerij Lindemans. Dus ondertussen zijn we al 6 generaties verder. Heden ten dagen ben ik en mijn neef Dirk dat eigenlijk de brouwerij leiden. De grootste omschakeling is eigenlijk geweest toen dat de vorige generatie een nieuwe brouwzaal heeft geplaatst en dat eigenlijk de productiegroei kon starten eigenlijk. De productie van lambiekbieren die zijn heel uniek over heel de wereld, want er zijn uiteindelijk maar 7 brouwerijen in de wereld die lambiek kunnen brouwen. De ultieme samenstelling van onze lambiek is eigenlijk een menging van verschillende blends, verschillende jaargangen, om zo tot een finaal eindresultaat onze oude geuze cuvée René te bekomen. We trachten telkens opnieuw een zo goed mogelijk eindresultaat met ongeveer dezelfde smaak, welke niet altijd mogelijk is, omwille van weersinvloeden, verschillende micro-organismen die in de lucht aanwezig zijn, de fauna en flora die door het ganse jaar door verandert, wat dan finaal tot een ander eindresultaat zal leiden. De belangrijkste waarden van ons bedrijf zijn ten eerste traditie van de lambiek en ook innovatie op het gebied van productie, zodanig dat we mee zijn met de tijd eigenlijk. Dat we ook een hoogkwalitatief product kunnen aanbieden, maar gebaseerd op een historisch feit eigenlijk. Training en opleiding vinden wij binnen de brouwerij zeer belangrijk, omdat de personen moeten echt in staat zijn om een kwaliteitsvol product te kunnen gaan herkennen en er ook te proberen naar te streven om het product zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Dat kan je alleen maar bekomen door echte mensen training te gaan geven en te gaan herhalen. Niet één training op het jaar, maar proberen maandelijks de mensen extra opleiding te geven. We zijn er eigenlijk in geslaagd van altijd de kwaliteit van die lambiek kunnen blijven hoog houden, ondanks grotere productiecijfers elk jaar. Duurzaamheid is wel heel belangrijk voor ons, want we werken ten eerste met de natuur, voor onze natuurlijke vergisting. En wij proberen alle energiebronnen, zoals elektriciteit, gas en water, zoveel mogelijk te besparen en zo zuinig mogelijk in te zetten voor een optimaal eindproduct te bekomen. De brouwerij is iets dat vroeger bestond, nu bestaat en nog altijd zal blijven bestaan in de toekomst. Dus wij proberen ons altijd aan te passen aan de geest des tijds.